Welkom bij deze aflevering van Bijbelse Overdenkingen. Woorden van Jezus. Ik zal u ook één woord vragen. De tekstwoorden boven deze overdenking kunnen we vinden in Matthäus, het 21ste hoofdstuk, de versen 23 tot en met 27. En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen. Hetwelk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen: Door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes. Van waar was die? Uit de hemel? Of uit de mensen. En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: Indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de schade, want zij houden alle Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten het niet. En hij zeide tot hen: Zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Het is alweer twee dagen geleden dat Jezus op het ezelsveulen Jeruzalem is binnengereden. Twee dagen geleden weende hij over Jeruzalem, die haar Messias niet heeft herkend als de koning der koningen. De hosanna's hebben geklonken. De tempel is door Jezus voor de tweede keer met goddelijke autoriteit gereinigd. De zieken werden genezen en de kinderen zongen tot eer van God de Vader toen zij Jezus als de zonen Davids toezongen. De veelbelovende, maar vruchteloze vijgenboom is verdord. onder de vloek van Jezus. waarbij hij de droevige les onderwees. dat het Israël dat zo bevoorrecht was. en er zo veelbelovend uitzag. niets anders was dan vruchteloos. en daarom de vloek zou dragen. Wat een lessen in die drie dagen: lessen voor Israël, maar ook lessen voor ons. Wie we ook zijn, de les die wij moeten leren is. Dat God een genadig en barmhartig God is, die geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij of zij zich bekeert en leeft. Zo heeft hij Israël verkoren om een licht te zijn in deze wereld. Israël ontving het verbond, de wetgeving, de schaduwdiensten, die spraken van de komende verzoening en de feesten, die alle zo heerlijk het heil in Christus bekend maken. Maar toch. Heeft het grootste deel van Israël niet willen buigen voor de levende God? Zij hebben hem niet geëerd met een hart vol liefde en overgave. Zij hebben Jezus niet erkend als hun koning en zaligmaker. Maar voordat wij wijzen naar het ongelovige deel van Israël, moeten wij bedenken hoeveel zegeningen Nederland heeft ontvangen. En dan de vraag wat wij daarmee hebben gedaan. Als wij eerlijk zijn. Daar moeten wij concluderen dat Nederland zich verder van God heeft afgekeerd dan ooit tevoren. Hoe lang zal Nederland nog door kunnen gaan op deze verschrikkelijke, goddeloze weg? Maar voordat we naar het goddeloze deel van Nederland wijzen, dan is het goed om onszelf de vraag te stellen: Hoe is mijn leven? Is Jezus mijn messias, zaligmaker en koning? Heb ik hem zo lief? dat ik verlang om zo te wandelen als hij gewandeld heeft kunt u met Johannes zeggen dat u hem lief hebt omdat hij u eerst heeft lief gehad dan zal het volgen van hem geen zware last zijn maar een heilige vanzelf dan verlangt u ernaar om heilig te zijn zoals uw hemelse vader heilig is maar lieve vrienden bedenk dat als u niet wil buigen voor Jezus de zaligmaker u hem straks zult ontmoeten of u nu wilt of niet als de koning der koningen, en dan zal hij als de rechter een rechtvaardig vonnis over u vellen en u vervloeken tot in eeuwigheid. Kies dan nu vandaag wie u dienen wilt. Het is of God, de schepper van hemel en aarde, door te geloven in Christus Jezus, of iets anders. Hoe u het ook noemen wilt, het een is ten leven, het ander tot de dood. Jezus is opnieuw in de tempel gekomen. Hij verkondigde het evangelie. En terwijl hij dit heerlijke levensreddende werk vervulde, kwamen de overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen tot hem. Zouden deze bestuurders van het volk ook begeerdig zijn naar de boodschap van redding en genade? Zij waren toch degene die het volk onderwezen en erop toezagen of het volk wandelde in de wegen van God? Maar nee, hun harten waren niet begeerdig naar het onderwijs van Jezus. Zij ergerden zich aan zijn optreden en verlangden naar de dag dat hij zwijgen zou. Zij waren de door God aangestelde oversten van het volk. Onder hun toezicht en met hun goedkeuring was de tempel tot een rovershol geworden. En dat had Jezus wel heel duidelijk gemaakt. Het volk liep achter hem aan en dat moest maar eens afgelopen zijn. Midden in zijn reden vielen zij hem lastig. Zij stoorden er zich niet aan dat de heiland met een hart vol liefde en bewogenheid het volk, het koninkrijk, de hemelen onderwees. Door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Klinkt hun onderzoekende vraag. Met andere woorden, hoe komt u erbij om die dingen die u doet te doen? Hebben wij u deze macht gegeven? Was het God of waren het de Romeinen? Jezus, die hun hart door en door kende had hem het goddelijke autoriteit kunnen wegsturen. Hij had hen kunnen bestraffen, maar hij stelde hen een wijze vraag. Een vraag die hen zou confronteren met hun eigen ongeloof. O, dat vreselijke ongeloof, dat zich zo vroom verpakt voor kan doen. Dat vrome ongeloof, dat zoveel duizenden zielen in het verderf heeft gestort en nog dagelijks stort. Wee die blinde leidslieden, die dit op hun geweten hebben. Jezus antwoord zijn ondervragers. Ik zal u ook één woord vragen. Het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. Nee, Jezus werpt geen parelen voor de zwijnen. Hij is niet uit op een verhitte discussie, maar stelt hen eenvoudig een vraag die zij moeten beantwoorden. De doop van Johannes. Van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? Wat een goddelijke wijsheid. Openbaart Jezus hier. Eén vraag, en de hele discussie wordt voorkomen. Hier zien we de functie van het tweesnijdend zwaard. Hoe ze ook zouden reageren, ze zouden zich snijden. Ze overleggen met elkaar. Indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de schade. Want ze houden alle, Johannes, voor een profeet. Johannes. Van God gezonden, had gesproken dat hij de stem was die riep in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, zoals Jezaja de Profeet heeft gesproken. Hij riep op tot bekering, omdat het Koninkrijk de Hemelen nabij gekomen was. Zij die kwamen, zijn woord geloofden en gehoorzaamden, bekeerden zich van hun zonden en lieten zich dopen. Maar toen hij de Farizeeën en de Sadduzeeën zag komen, sprak hij: Gij adderengebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Johannes sprak met de autoriteit die God hem gegeven had. Hij was niet bang voor de godsdienst, maar ontmaskerde haar. Johannes besefte dat hij de voorloper was van de komende Messias. Daarom zei hij: "Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen." En als hij Jezus ziet komen, zegt hij, Zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb. Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met water. En Johannes getuigde: zeggende: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel gelijk een duif en bleef op Hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Johannes heeft op duidelijke wijze gesproken dat Jezus de Zoon van God is. De mensen hielden Johannes voor een profeet. En als men Johannes geloofde, dan moest men ook Jezus wel geloven. Nu stonden de oversten, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk met een mond vol tanden. Want als zij zouden zeggen dat Johannes van God gezonden was, dan zouden ze daarmee ook de macht van Jezus als aan God moeten toeschrijven. En dit wilden zij niet. Maar als ze zouden zeggen dat Johannes van de mensen de macht gekregen had, dan zou het volk in opstand komen, want ze hielden hem voor een profeet. We zien hier hoe de bestuurders van het volk meer bevreesd zijn om het volk tegen zich te krijgen, dan dat zij terugdaaien om Jezus te vangen en in discrediet te brengen. Ze kunnen niets anders antwoorden dan, wij weten het niet. Waarop Jezus antwoordt, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. In navolging van Jezus is het beter om zinloze discussies te vermijden. Soms is één woord genoeg om een lange woordenstrijd, met als resultaat harde en koude harten, te voorkomen. Het woord van God en alles wat het koninkrijk de hemel aangaat, zijn te kostbare parels om door zwijnen te laten vertrappen. Waarom zouden wij discussiëren over goddelijke waarheden met hen die niet op zoek zijn naar de waarheid? Als men niet gelooft dat God de schepper van hemel en aarde is, hoe zal men dan in hem geloven? Als men niet gelooft. Dat de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, Gods heilige Woord is, hoe zal men dan in God geloven? Als iemand niet gelooft dat hij of zij een zondaar is, hoe zal hij of zij dan geloven in de Heer Jezus Christus, die zichzelf overgaf tot in de dood om zondaren te redden? Als u niet gelooft dat God de Vader zijn zoon zond om u te redden, dan maakt u hem tot een leugenaar en heeft het geen zin om verder te discussiëren over goddelijke waarheden. Vrienden, aan u en aan mij de vraag: behoren wij bij de groep onverschilligen, waaronder we ook de discussierende vrome ongelovigen rekenen, of behoren wij bij hen die in de Heer Jezus Christus het Lam Gods hebben leren kennen, die om onze zonde de dood is ingegaan? Hij is opgestaan, Hij leeft, en alle die in Hem geloven zullen nooit Beschaamd worden. Amen.